no problem for me, but it's a problem for you. Spencer, proficiat met de peukenprestatie, toch een mooie wedstrijd gespeeld? Ja, natuurlijk. Tweede overwinning op rij thuis en het was een goede wedstrijd van ons, denk ik. Ik denk de eerste wedstrijd in de eindronde waar we echt eigenlijk het controle hadden over de wedstrijd en waarin echt wel verdiend gewonnen. Nu, je maakt er ook een mooi doelpunt, beschrijf het eens. Goh, beschrijf het, is een corner, die wordt weggekopt. Dat je door Van Dam wordt teruggekopt, dan door een verdediger wordt er nog eens weggekopt. En dan valt die bal van mijn voeten en ja, dan moet hij twijfelen. Ja, toch gaat hij mooi laag. Ik denk dat het makkelijker is om de bal daar een meter of 5-6 over het doel te trappen dan hem daar zo mooi laag in de hoek te leggen, nietwaar? Dat kan, ja, dat is natuurlijk wel zo. Je moet een beetje geluk hebben natuurlijk. Het kan zijn inderdaad. Als je die bal niet goed raakt, dan vliegt hem over en nu valt hem erin. Maar voor mij op zich is dat niet belangrijk. Het is belangrijk dat we 3 punten hebben gehad. Mooie start van de wedstrijd, maar dan dat tegendoelpunt. Van, ja, het is toch een beetje een wrang moment, niet? Ja, het was op zich, Lommel was, vond ik niet echt ervoor gaan eigenlijk. Je speelde een beetje meer achter de bal allemaal. En dan je weet, ja, als je zo een beetje in slaap wordt gewicht, dan kan die goal ineens vallen en dat was het geval, denk ik. Dus ik denk dat oldschool wordt diep gestuurd en die werkt goed af. Dus oké, okay, ja, dat kan gebeuren. Man. I move like water, I go with the flow. I go back to old school, I go back to Rome. But this is not history, it's the start of the show. Never worry, that is the way that I roll. I'm a bad man, what is it? Let me say again. You can try copy like a slave to a trend. Nothing they can say and nothing they can do. It's no problem for me, but it's a problem for you. Zoals jullie kunnen zien, heeft Van Dam een doelpunt gemaakt. Het winnende doelpunt. Maar hij is hem nu aan het touchen. Allee, eigenlijk is hij hem aan het verstoppen, want hij durft geen interviews meer geven aan ons, omdat hij schrik heeft dat we hem liggen gaan hebben. Hij heeft mij wel eens een beetje nat gemaakt met zijn recuperatiewater. Dat is niet waar, kom. Kom op, Van Dam. Allee, kom. Ja, maar je zit van ons vanaf dat je gewoon 2 vragen beantwoordt. Dat is dat toch grap of niet? Isa gaat doen met zijn toert. Jawel, ja, een trainer heeft gezegd dat je het moet doen. Kom op, Van Dam. Het plakt wel, maar ja. Hij is weg. Ik ben nat. En hij wil niet. Ik sta hier bij mijn allerbeste vriend Pieter Vervaat. Pieter, jongen, je speelt een mooie wedstrijd, een mooie invalbeurt. Vertel eens. Ja, merci. Ja, ik moest al opwarmen bij de rust. Dus ik dacht, ik had wel verwacht dat ik er vroeg ging inkomen. Die heeft dan nog een tijdje duren. En dan rond een 70ste minuut mocht ik inkomen, denk ik. En ja, gewoon mijn best gedaan. My bones ache, my skin feels cold, and I'm getting so tired and so old. Nu, op een gegeven moment, ik denk aan de zijlijn, is er hier zo'n duel. En ik moet toegeven, je gaat nogal theatraal neer, maar met resultaat. Kun je die fase nog herinneren? Dat was fout. Was het fout? Ja. Dit is zeker? Heel zeker. 100%? 100%. Dus de kaart was terecht? Ja. Ja. En heb je daarop geoefend op dat rollen op de grond of niet? Dat kan ik me niet meer herinneren. Dat kun je niet meer herinneren. Wel, dan kunnen we de beeld nog eens opvragen, dan kunnen de mensen dat thuis nog eens zien. Maar in ieder geval, je speelt een mooie wedstrijd. Nu, donderdag naar Lommel. Wat denk je van die wedstrijd? Niet gemakkelijk, maar ja, ik denk gewoon dat we moeten voortdoen dat we bezig zijn. En ja, probeer die 3 punten terug mee te pakken naar hier. En hopen dat
Bergen steeks laat vallen tegen Eupen. Tell me that you'll open your eyes. Achter de wedstrijd was de sfeer best uitgelaten, neem ik aan. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het toch wel een beetje druk zou komen. Ik denk in die van de Nenteren was van, okay, we zullen wel zien waar we terechtkomen. En nu haalt je 4 punten uit de wedstrijden en dan komt toch de druk van, ja, het zou wel kunnen eventueel om over te gaan. En dat voelde wel in de groep en okay, we hebben dat goed opgelost. En nu wordt de druk alleen maar hoger en hoger en okay, als we zullen zien, nu naar Lommel. We weten dat we die ploeg aan kunnen, dus daar moeten we volop voor gaan. Take my hand, not your fingers through mine. And we'll walk from this dark room. Met wat voor gevoel ga je naar die wedstrijd? Met het gevoel van proberen een goed resultaat neer te zetten, Ginder. Omdat wij dan 3 dagen later hier voor een vol huis misschien kunnen spelen. Maar het zal heel belangrijk worden dat we naar Ginder gaan, maar dan niet alleen staan. Dat onze supporters massaal meegaan en dat zij ons proberen over de streep te trekken. Zoals ze dat in Cercle Brugge gedaan hebben, met heel veel volk en heel enthousiast. En als ik ze hier gisteren bezig gezien heb, dan moet dat wel lukken. Nu, je hebt ze hier zien spelen. Nu naar daar, als ik mij niet vergis, op dat plein staan misschien 3-4 grassprieten nog op het hele terrein. Dat is toch een hele andere omstandigheid als je deze mooie grasvlakte hier gewoon zet en je moet dan naar daar. Dat is toch een andere manier om van te spelen, denk ik ook, of niet? Ja, maar ik denk dat het eerder een nadeel is voor de thuisploeg. Omdat zij toch wel over een paar hele sterke spelers, individuele sterke spelers beschikken. Die toch wel een beetje geremd worden door het terrein. Nu, zoals gezegd, de supporters spelen een belangrijke rol in de eindrondes. Misschien nog eens een laatste oproep om iedereen mee te krijgen naar Lommel? Ik zou zeggen aan alle supporters die deze club een warm hart toedragen om ons zoveel mogelijk te steunen in de resterende wedstrijden en zeker op die moeilijke verplaatsing naar Lommel. Ik weet dat het niet gemakkelijk is met reistijden en werkomstandigheden, maar wat vroeger kon zou toch ook wel nog een keer moeten kunnen herhaald worden. Dus bij deze zou ik alle supporters graag terugzien die hier zondag zo dol enthousiast waren. Wel, in zo'n match kunnen natuurlijk veel supporters gebruiken. Ik weet niet, heb je het nieuwe clublied al gehoord? Nee. Ik dacht misschien dat je nog wel graag zingt, dat je dat misschien wel gecheckt hebt. Dus bij deze kan ik je misschien aanraden om dat eens te checken, zodat je dat volgende keer eens kunt zingen voor al onze supporters. Goed, Pieter? Oké, dat is heel goed. Is dat beloofd? Ja. Ah, dank u, Pieter. Dat is goed. Oké, je hebt het gehoord. Pieter gaat het clublied zingen. Volgende keer als we hem interviewen en ik hoop dat je weer een puikenwedstrijd speelt deze donderdag op Lommel, op de Lommelse Savannen. All this feels strange and untrue, and I won't waste a minute without you.